Volgens mij voldoet dit protest aan alle COVID-regels. Dus, maar als we moeten stoppen, moeten we stoppen. Gebroeders de Nobel-directeur Ruud Visser organiseert zaterdag een protestoptreden op het dak van de poptempel. Ik vind het niet uit te leggen dat je met 300 man in een vliegtuig de hele planeet over mag vliegen en allerlei nieuwe variaties van het COVID-virus naar binnen mag brengen. Terwijl je in een popzaal, dat zou dan gevaarlijk zijn. Ik vind dat... We staan helemaal, de cultuursector staat achteraan de rij. Ik hoop dat het met dit soort protesten gaat veranderen. Goed verstopt achter het kantoor van Visser zit het inpandige dakterras waar de Leidse band Cosmic Debris zaterdag tussen 4 en 5 zal optreden. Dus er komt een riser, die tafel die hier staat, die gaat eruit. We gaan ongeveer zo hoog denk spelen en dan kunnen we nog iets zien van wat er in de steeg ook gebeurt. Het wordt spannend, want ik heb hoogtevrees. Wat gaan jullie morgen spelen? Nou, we willen vooral eigenlijk onze eigen muziek spelen. We willen niet een statement maken met wat we spelen en wat we zingen. Want ik denk dat het belangrijker is om mensen te laten weten dat muziek moet blijven bestaan. En dat muziek ook actueel is en heel erg belangrijk is voor mensen. En wat nou als Lenfrink morgen ingrijpt en het optreden toch niet doorgaat? Dat zou heel spijtig zijn, want het is maar een uurtje, dus... Ja, dan mist Leiden een prachtige balkonscène. En die dwangsom van 4900 euro? Die dwangsom, ja, als we de dwangsom moeten betalen, dan beginnen we overwegen om een crowdfundingsactie te beginnen. En dan gaan we daar ook nog proberen de nodige promotie uit te halen voor ons protest. Dus het lijkt mij, maar ik hoop dat dat niet nodig is.